Maar zou de patiënt nu deze medicijn niet toegediend krijgen, dan weet je zeker dat hij overlijdt. Maar valt of staat niet alles of de dollar die wereldmunt blijft die het nu is? En niet bijvoorbeeld een munt wordt zoals de Braziliaanse, munt? Ja. Maar wat ik opvallend vond deze week, en dat waren drie berichten. Eerst kwam Rusland met het voorstel bij de G20-top, begin april, een voorstel op tafel te leggen dat de dollar erg moet stoppen als wereldreservemunt. Nu moet iets anders komen. Vervolgens kwam een bericht dat China eigenlijk dat idee van Rusland steunt om te onderzoeken of we naar een nieuwe wereldreservemunt moeten bouwen. Maar die denken dan meteen aan de eigen munt? Ja, maar daarna kwam er een bericht van de VN, een panel van de VN, gericht op het oplossen van de monetaire problemen, komt 23 maart met een voorstel om ook na te gaan denken over een nieuwe wereldreservemunt. Wat dan eigenlijk een mandje van wereldvaluta moet worden. Dus maar een wereldreservemunt, dat is een munt waarin alles omgerekend wordt wereldwijd. Ja, alle grondstoffen worden verhandeld in de dollar. Ja. Een nieuw te creëren munt wordt er of een mandje. Wim is daar een helemaal specialist. Kijk, is dat een oplossing? Nou, zo'n mand bestaat al. Die bestaat al sinds 1945. Dat zijn natuurlijk de speciale trekkingsrechten van het Internationale Monetaire Fonds. Dat is ingewikkeld, maar dat is al een soort kunstmatig geld. En die bestaat uit een plukje dollar, een plukje euro, een plukje Japanse yen. Ja. Daar zitten de belangrijkste munten al in. En die zou wellicht een nieuw leven kunnen worden ingeblazen. Maar of je dat op politieke manier moet gaan regelen, ik denk dat daar heel veel tijd overheen gaat. Ik denk dat lang voordat het zover is, de financiële markten al een andere rol voor dollar zullen hebben afgedwongen. Maar dan moet er dus weer iets voor in de plaats komen, hoe je het ook wendt of keert. Of dat nou een nieuwe, kunstmatig gecreëerde munt is of een bestaande munt. En wat voor kans maakt de euro dan? Nou, niet zoveel. Nee? We hebben twee grote leidende munten gehad. Hè. In de 19e eeuw was pound sterling, in de 20e eeuw was de dollar. Maar dat was altijd gekoppeld aan een land die ook echt een soort wereldrijk achter zich had. Hè. In de 19e eeuw was het natuurlijk Britse Rijk, 20e eeuw. Ja. Met name na de Tweede Wereldoorlog was het natuurlijk Amerika. Europa heeft niet zo'n functie in de wereld. Wij zijn niet de grote, sterke, leidende Nee, maar je hebt helemaal gelijk. Wat grappig is dat er dus op dit moment niet één blok meer is dat wel heeft. Nee, China heeft dat ook niet. Nee. Europa heeft het ook niet. En wat ik zelf dus denk, is dat we naar een systeem toe zullen gaan waarin de dollar nog steeds een belangrijke munt blijft. Waarin de euro naast de dollar net zo'n belangrijke munt wordt. Waarin in Azië wellicht op termijn de munt van China, of misschien zelfs nog wel een keer de Japanse yen, wat ook nog een belangrijke valuta is, ook een belangrijke munt wordt. En dat je daarmee een meer multipolair systeem wordt, met meer plekken in de wereld, belangrijke munten. En daarmee wordt de wereldeconomie ook stabieler. Want dat is uiteindelijk wat erachter zit. Het lijkt een vrij abstracte discussie die we nu voeren. Maar er zit achter dat de wereld stabieler moet worden, omdat dan niet het ene land. We hebben nou eenmaal een bepaald financieel systeem. Hè? Een monetair systeem noemen we dat. Dat is in 1944 voor het laatst echt zo ingericht. Dat is zo ingericht dat Amerika een groot voordeel had. Ja. Eigenlijk na de overwinning van de Tweede Wereldoorlog is men in Amerika gaan denken, hoe kunnen we er optimaal van gaan profiteren? Dat is er gelukt. Nou, dat systeem is echt aan het kraken. Ja. Daar moet echt iets anders voor in de plaats komen. Dat betekent niet dat de dollar wordt ingeruild voor een andere munt. Maar er moet een nieuwe fase in dit systeem. Dat moeten we ingaan. Maar dat wordt wel heel moeilijk, want dan moet je het wel over eens worden. Dat zou dus op die G20 misschien een eerste stap moeten worden gezet, trouwens. Een eerste stap. Ja. Het Internationale Monetaire Fonds kan natuurlijk een belangrijkere rol gaan spelen. Dat hebben ze in de eerste decennia na de Tweede Wereldoorlog ook gedaan. Ja. Maar ik denk eigenlijk dat de financiële markten het zelf gewoon verder gaan zullen afdwingen. De rol van de dollar wordt al minder. Als we de euro bij elkaar houden, en daar lijkt het toch wel op, dan wordt de euro gewoon een hele belangrijke munt die kan naast de dollar gelijkwaardig zijn. Europa is economisch ook inmiddels groter dan de Verenigde Staten. Ja. Dus wat dat betreft gaat het al wel de goede kant op. Maar ik denk dat we wat de wisselkoers met de dollar nog wel wat voor de boeg hebben. Maar je mag alleen hopen dat er geen dollarpaniek uitbreekt. Hè? Dat niet te veel partijen dollars willen dumpen. Want dat wordt vervelend. Nou wil ik inderdaad weer terug naar Amerika. Het is onmiskenbaar een feit dat dus de dollar een stapje terug moet doen. Als wereldmunt, zeg ik toch nog maar weer even. Terwijl alles staat of valt, volgens mij, voor de Amerikaanse economie, dat die dollar die wereldmunt blijft. Wat gebeurt er als ze een stapje terug moeten doen? Wat gebeurt er als de yen sterker wordt en de euro sterker wordt en al die andere sterker worden in Amerika? Wat ik altijd een belangrijke opmerking vind, wordt wel eens gezegd, als je de wereldreservemunt bezit, wat Amerika nu heeft, dan kan je in feite onbeperkt checks uitschrijven die niet worden geïnd. Ja. En op het moment dat je die positie kwijtraakt, dat jouw munt niet meer die status heeft, worden eigenlijk al die checks opeens wel geïnt. En daarom is voor Amerika alles aan gelegen. Dat blijkt ook uit interne rapporten. Al in de jaren 60 zijn rapporten opgedoken van de Federal Reserve, dat de Federal Reserve beschrijft dat wij moeten er alles aan doen om die markten zo te
te managen, te manipuleren, dat die dollar zo lang mogelijk die sterke rol houdt. Maar als dus de Chinezen hun vertrouwen in die dollar gaan verliezen en die checks gaan innen, zoals u nu net zegt. Nou, dan stort de dollar in elkaar. Ja, en dus heel Amerika. En nou, maar is het in China's belang, hè? Nou, ja, maar het is een beetje zo'n situatie van... Het is niet het Chinese belang om de dollar te laten zakken. Nee. Maar de enige manier om de dollar niet te laten zakken is er meer bij te kopen. Ja. En op een gegeven moment houdt dat toch op. We moeten niet vergeten dat die hele kredietcrisis... Ja, als je door alle verhalen en dingen heen kijkt... het onderliggende probleem is dat Amerika meer uitgeeft dan produceert. Ja. Jaar in, jaar uit. En dat hebben ze mede gedaan doordat de dollar altijd toch te duur is geweest. En die dollar moet omlaag. Dat is de enige manier om de wereld even maar nu geven ze niet alleen meer uit dan ze produceren. Ze gaan ook nog eens extra geld bijdrukken. Ja. Ik bedoel, wat als het niet werkt? En onder al deze omstandigheden die u net geschetst hebt... waarvan ik eigenlijk zo'n ondertoon hoor van... Ik hou mijn hart vast. Ik hou mijn hart vast. Ik had een lunch een paar weken geleden... met een topman van een van de belangrijkste financiële instellingen. Ik kan helaas zijn naam niet noemen. En ik vroeg hem, wat is jouw grootste angst? En dat is niet dat we nu wegzakken met instortende koers. Hij zegt dat ze over 5 tot 7 jaar hyperinflatie. Dus en dat we zoveel geld gaan dan creëren... Dan worden we een tweede Zimbabwe. Nou ja, ik heb laatst column geschreven, Zimbabwe is overal. De techniek die Zimbabwe toepast, gewoon de geldpers maar aanzetten. Ja. Als je niet kan lenen, dan zet je de geldpers maar aan. Natuurlijk, Zimbabwe is niet te vergelijken met het Westen. Maar de techniek is hetzelfde. Je gaat maar goed, het gewoon over creëren. 5 tot 6 jaar hyperinflatie en dan? Niet, wat heeft dat voor gevolg? We hebben het dan wel over de Verenigde Staten. In Europa speelt dit niet, daar wordt de geldpers niet aangezet. Dat Amerika een periode met hoge inflatie tegemoet zal gaan op wat langere termijn, denk ik ook. Voor een deel omdat er nu heel veel geld in het systeem wordt gepompt. Wat op enig moment tot hogere prijzen gaat leiden. En het feit dat die dollar omlaag zal gaan uiteindelijk. En dan worden buitenlandse producten in Amerika duurder. Hè, dat drijft dan ook de prijs omhoog. Ja. Maar ben je gerust op een goede afloop? Voor ons is dat een deflator. Dat betekent dat Amerikaanse producten van ons goedkoper worden. Ben ik gerust op een goede afloop? We komen uit de fase waarin we nu zitten. Ja, ik denk wel dat we een langere periode met een veel lagere economische groei tegemoet zullen gaan die we hebben gehad. Maar, zeker ook de Amerikanen. Maar dat is nog geen antwoord. Bent u gerust op een goede afloop? Uiteindelijk wel. En wat is een goede afloop? Dat wij over 10 jaar terugkijken en zeggen van tjonge, wat zijn we daar door een moeilijke periode heen gegaan. En wat zijn we nu toch weer veel rijker dan we toen. We zijn alweer 10 jaar verder. Laatste woord. Nou ja, als de nieuwe minister van Financiën, Timothy Geithner, dus zegt... we gaan dingen doen in dit systeem die we nog nooit hebben geprobeerd... en waarvan we niet weten of het gaat werken, dan zegt dat eigenlijk al genoeg. Goed. Mocht u nog gedacht hebben dat het wel binnen 2 jaar dus opgelost is... dan is deze hoop vanavond weer flink de bodem in geslagen. Hartelijk dank, toch niet te min, voor uw beide komst. Graag gedaan.